Timmerman, de tweede grootste nachtkeur. Waarom is die zo belangrijk? Ja, hij is sowieso belangrijk, omdat we hiermee een heel goed doel dienen, denk ik. De ziekte van Huntington is hier een grauw. Iets wat in verschillende families voorkomt. Dat vonden wij toch zoiets waarvan we dachten, hier moeten we iets mee. Hier willen we geld voor bij elkaar brengen. En daar is deze loop natuurlijk een heel mooi middel voor. 1500 deelnemers, 15.000 euro. Nou, daar kun je echt iets substantieels mee doen. Dus ja, gewoon geweldig om dit te kunnen doen. Wat ook uniek is, 200 vrijwilligers doen er mee. Het bedrijfsleven doet mee. Het is een grote steun voor die vreselijke ziekte. Een grote steun voor? Voor die ziekte. Ja, ja, dat zeker, zeker. Ik denk dat het niet alleen het geld is, maar ook het feit dat het aandacht genereert en dat mensen erbij betrokken raken. Dat mensen weten wat het is en ik hoop ook dat mensen daardoor minder schroom krijgen om andere mensen met de ziekte van hun dan ook aan te spreken. Want ik denk dat dat ook wel iets is, op het moment dat je zo iemand ziet of tegenkomt, dat je misschien wat afwachtend of een beetje afstandelijke houding zou kunnen hebben. Ja, ik hoop dat we hiermee een klein beetje bijdragen om dat terug te brengen. Dat mensen wel geneigd zijn om deze mensen aan te spreken. En ook dat is toch wel iets wat heel ernstig rol heeft. Waren jullie verrast toen 3 weken geleden de aanmeldingen stop moest worden gezet? Ja, ja, echt wel. We hebben 2 jaar geleden de eerste kuier gehad. En toen was het juist in de laatste 3 weken dat we de kaarten verkochten. Want de 3 weken voor de wandeling al dachten we, oh jee, komt het wel goed. Ja, en nu was het 3 weken voor die tijd al helemaal uitverkocht. En ja, we hadden, denk ik, als we niet waren gestopt met kaarten kopen, misschien wel 3.000 of 4.000 kaarten kunnen verkopen. En de mensen komen ook uit heel Friesland eigenlijk vandaan, hè? Ja, niet alleen heel Friesland, ze komen uit heel Nederland. We hebben mensen uit Brabant, we hebben mensen uit Zuid-Holland. Ook familieleden uiteraard, mensen hier in Gouw met ziekte van Huntington. Maar het is zakverwarmend waar ze allemaal vandaan komen. Dus het gaat ver buiten de Friese regio. Ja. En bewuste keus, 1 keer in de 2 jaar. Ja, er zit veel werk in, dat zul je begrijpen. Deze wandeling komt eigenlijk van de Midnight Walk uit Leeuwarden. Daar hebben we het ook om 1 keer in de 2 jaar. Daar zit ik ook in de organisatie, de Lions organiseert het. We hebben gezegd van oké, het eerste ene jaar doen we dat in Leeuwarden. Het andere jaar doen we dat in Grauw. Het is 1 gemeente, dus ja, we willen elkaar niet in de wielen zetten. Dat is een reden. En ten tweede, het is een boel werk. Dus om dat dan elk jaar te doen, dat zou wel veel van het goede zijn. Hoe uniek is het als een voorzitter om 1500 mensen hier toe te spreken? Wat voor gevoel geeft dat? Ja, heel trots ook dat wij dat met z'n allen mogen kunnen doen. Ik bedoel, ja, ik sta hier dan wel, maar uiteindelijk hebben we het natuurlijk met een heel team gedaan. Met 10 man zijn we al 8 maanden bezig om dit te realiseren. Ja, en dan is het wel heel geweldig om zo'n grote groep mensen hier op het plein te zien. Ja. En het weer, het is heerlijk herfstweer, hè? Ja, lekker in de jas ook. Ja, we hebben geluk, denk ik, want het was natuurlijk gisteren en vanmorgen ook erg slecht weer. Vanavond blijft het droog en blijft het een redelijke temperatuur, dus we staan er eentje, maar dat is erg. Het is lekker fris weer, gezond weer en we gaan er wat moois van maken. Succes, bedankt. Dankjewel. Sport in Grauw, wereldwijd, maar toch dichtbij.